dit is gewoon mijn game, weet je? Mijn fit game. Dat ik denk, fuck yeah. Hoi allemaal en super tof dat je kijkt naar alweer een nieuwe weekvlog. Ik zit hier met mijn dekentje om, want ik moet erg wennen weer aan de Nederlandse temperaturen. Ik moet echt in een land zoals Griekenland wonen. Maar goed, wie weet ooit... het is inmiddels dinsdag. Ik heb gisteren niet de vlog geopend, want gisteren was ik echt met mijn hoofd alle kanten op. Het was echt een chaotische dag. Vandaag ook weer de hele dag gewerkt. Ik heb geworkout. Ik zit nu aan mijn avondeten en dat is een AVG'tje eigenlijk. Een soort van gewoon een wokje met aardappels, tofu, sojasaus en courgette uit de tuin van mijn zus en zwager. En ik heb er wat van die chipjes dingen overheen gedaan. Dus... hier ga ik even van genieten en ik denk dat ik jullie of morgen check of later in de week. Het is een beetje een gekke, chaotische, drukke week. Ik werk veel weer op de BSO. Daarnaast werk ik ook weer veel voor mijn eigen bedrijf. En tussendoor hoop ik nog een beetje een leuke vlog te maken. Ik ga heel hard mijn best doen, maar ik zeg cheers to the food. Good morning, good morning. Het is woensdag, to you. Ik ga over enkele minuten, nou ja, eigenlijk ga ik gewoon mijn flesje water vullen of mijn rugzakwater, nou, dat ding, ga ik vullen en dan ga ik 12 kilometer rennen. En ik ben echt, ja, ik kijk nu naar mezelf in de spiegel, ik ben zeer gelukkig met hoe ik eruit zie. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Dat mag ik ook voelen en daar mag ik ook dankbaar voor zijn. Ik ga heel erg goed met mijn progressie. Ik ben heel erg trots op het uitzicht wat ik nu heb. En we gaan nog even door, want we gaan naar die top. En ik heb nog 3 weken. Ik merk wel dat de laatste loodjes... nou, ik had even het gevoel dat die het zwaarst wogen. Maar sinds vandaag ben ik weer helemaal on fire. Ik weet niet wat ik heb, maar het gaat weer ineens helemaal goed. Gisteren dacht ik nog een beetje meh, meh, meh. En vandaag dacht ik weer, yeah, we zitten weer in een goede vibe. Dus dat. Nou, we klimmen even door naar de top. En dat kunnen we niet alleen doen, want daarvoor moeten we even onze hardloopschoenen aandoen. En dan gaan we 12 kilometer rennen. Ik ben nog steeds ook echt, nou, ik ben nu ook gewoon weer die video aan het monteren, waarin ik dus die 36 kilometer in 3 dagen heb gerend. Oh my god, nog steeds zo trots en excited. Dus ja, ik kan het nog steeds bijna niet geloven. Ik heb ook zondag heb ik mijn PR's gecheckt in de sportschool. Nou, op zich heb ik niet hysterische PR's gerokt. Maar eigenlijk ging het gewoon wel prima, ook nog steeds qua kracht. Sowieso gaat mijn krachttraining goed. Ik ben wel nu... ja, wat meer aan het focussen op eiwitten. Vandaag neem ik dan weer een speciaal eetdagboekje op. Maar ik denk dat ik jullie morgen wel even meeneem. Of in ieder geval even ergens deze weekvlog. Wil ik jullie wel een beetje meenemen in hoe ik het aanpak. En misschien ga ik daar nog wel een keer ook een lossere, uitgebreidere video over nemen, opnemen, maken. Wow, ik kan niet eens meer praten. Maar voor nu vind ik het wel even leuk om jullie een beetje ja, mee te nemen in hoe doe ik dit nou met mijn doel. Hoe eet ik dan? Waar let ik nou op? En hoe en de wattes. Ik ga jullie toch nog even deze ultra sportieve look laten zien. Ik weet niet waarom, maar ik ga hier lekker op. Oh yeah. Altijd leuk als die camera dan al zo... moet ik op een of andere manier... waarheen lijkt de camera? Ik lijk ook echt mega bruin. Ja, ik hou van deze look en ik heb het koud, want het is min 80 hier. Nee, dat valt mee. Maar ik ben dol op deze outfit en mijn pet. Ik zie een fit iemand, ik ben trots op mezelf en ik ga even rennen, want ik ben alweer aan het uitstellen. Het is donderdag alweer. Ik dacht al dat hij te dik zou zijn. Voor een rietje. Daarom dacht ik, ik drink even dit glas nu. En de ander neem ik mee naar mijn werk als ontbijt. Op deze donderdag is mijn ontbijtje dus een smoothie. En op mijn werk ga ik gewoon even wat snacken en zo. Ja, beetje raar ga ik eten vandaag, maar goed. Het is een leuke dag vandaag. Ik ga een Oegandese dag ervan maken op mijn werk. Ook al heb ik mijn Spaanse jurk aan, want officieel stond de Spaanse dag op de planning. Maar ik maak er een Oegandese dag van, want dat zal morgen dan weer gebeuren. Maar morgen gaan we op uitje.
spontaan. Maar met zo'n smoothie zorg ik altijd dat ik gewoon lekker veel vitamines en zo binnen heb. En ook mijn eiwitten. Cheers mensen! Een hele goede avond. Het is vrijdag. Ik heb geen idee meer wanneer ik jullie voor het laatst heb gesproken. Maar volgens mij was dat dinsdag of zo. Ik heb echt geen idee. Het was echt zo'n drukke chaotische week. Ik ben gewoon alle dagen naar de BSO geweest. Superleuk! Mijn lens is vies. Echt super relaxed dat ik dat had. Maar goed. Nu is het weekend. En zondag ga ik een hele leuke extra video opnemen. En morgen wil ik jullie eigenlijk een beetje meenemen in wat ik eet. Want vanochtend heb ik eigenlijk sinds, nou ja, Griekenland weer echt even een lekkere training gehad. Ik was echt lekker aan het vlammen. Goede, progressie gemaakt weer. Dus daar ben ik heel trots op. Ik ga eigenlijk heel erg lekker met mijn Fit Before 30. Ik heb nog 3 weken te gaan. Als jullie deze video zien, zelfs nog 2 weken. En ik ben eigenlijk nu wel even weer wat strakker. Ik wil weer even wat beter gaan trainen. Of hoe zeg je dat? Wat bewuster gaan trainen. En ook weer even bewuster met mijn voeding omgaan. En op zich was ik daar natuurlijk al wel mee bezig. Maar zeker in Griekenland en ook wel daarna heb ik een beetje de touwtjes losgelaten. En dat is niet erg. En dat is prima. Maar ik wil weer eventjes touwtjes strak. Focus op dat doel. Even 3 weken vlammen. En dan shinen op mijn verjaardag. En ik heb ook bedacht dat ik dan even een vette fotoshoot wil doen. Met mijn fysiek dan. En overigens, mijn fysiek nu vind ik echt waanzinnig. Daar ben ik heel trots op. Maar ik wil dat in ieder geval behouden of eventueel nog net even een tandje beter. Maar als ik nu denk, mijn fysiek is prima, hola die, dan ken ik mezelf. Dan ga ik eigenlijk gewoon mezelf overeten, om het zo te zeggen. Of elke keer maar constant te veel eten of te denken, yo, YOLO. Oh, dat wijntje kan er wel bij. Oh, de chipje ook wel. Oh, hey, feestje. En voor je het weet heb ik binnen 3 weken een fysiek waar mijn wekker van afgaat. Uren accorderen. Ja, dat moet ik doen voor mijn werk. Stop. Dus dat. Dus komende 3 weken is nog echt even de Fit Before 30 vlogs. Neem ik jullie weer mee in mijn progressie. In mijn, ook wel wat ik eet. Disclaimer. Neem dit nooit klakkeloos over. Zal ik morgen ook nog wel zeggen. En hoe ik eet wil niet zeggen dat jij daar ook goed op gaat. Denk altijd aan je eigen lichaam. Eet zo waar jij behoefte naar hebt. Dat is zo belangrijk. De een die gaat heel lekker op het ene product. De andere juist heel goed op het andere product. Het feit dat ik misschien bepaalde voedingsproducten achterwege laat of bepaalde keuzes maak, wil niet zeggen dat jij die keuzes ook moet maken. Dat wil ik maar even gezegd hebben. Nu ga ik eerst mijn uren accorderen voor mijn werk. En dan keihard chillen. Een hele goede morgen. Zoals beloofd zal ik vandaag een beetje laten zien wat ik eet. En ook met uitleg erbij. Ik begin mijn dag sowieso altijd met een paranoot. Dat doe ik voor de selenium. En straks neem ik met water mijn medicijnen in. En neem ik een vitamine B12 tablet. Maar daarvoor heb ik de camera allemaal niet bijgepakt. Want dat is iets wat ik elke dag doe. Behalve de vitamine B12, die doe ik 3 keer per week. Omdat het een hoge dosis heeft en anders krijg ik een overkill aan vitamine B12. En een overkill is nooit goed. Maar normaal gesproken neem ik ook mijn koffie. En ik wissel dat een beetje af tussen decaf en cafeïne. Alhoewel, dit heet geen decaf. Het is, en dat ga ik vandaag ook nemen, de Chico Not Coffee. Zo, dat zei ik heel Nederlands. Not Coffee. Hello. De Chico Not Coffee. Nou, dit ga ik nemen. Ik heb ook echt zo'n ochtendstem tot de max. Maar goed, ik ben ook pas 25 minuten wakker. Het is 6:55 op de zaterdag. Maar wat ik ga doen dit keer, omdat ik pas, tussen aanhalingstekens, om 8 uur ga trainen. En ik altijd merk dat ik echt met een lege maag echt niet goed ga. Tenminste, als ik rond 7 uur train, gaat het helemaal prima. Dan lukt het me prima om dan later te ontbijten. Maar als ik rond 8 uur ga, merk ik dat ik dan echt een beetje die hongerklop ga krijgen. En dat, dat vind ik zonde van mijn krachttraining. Ik word de hele tijd afgeleid van een vlieg op mijn raam. Ik zal even naar buiten laten. Run, Forrest, run! Nee, naar buiten. Naar buiten! Dan moet je niet binnen blijven, maar naar buiten. Hij is weg. Goed. Wat ik wilde doen. Ik dacht, ik ga weer eens een soort van die Dakota koffie proberen. Ik heb dat al een keer eerder gedaan.
En toen vond ik het niet zo lekker met die oploskoffie en suiker. Blablabla. Maar ik dacht, misschien is dat wel lekker met dit. En dan met eiwitpoeder. Dat wil ik gaan opkloppen. Dus tot een soort schuimachtig iets. Of tenminste zo'n dikke pap. Dat wil ik dan in een glas gooien. Doen. En daar overheen dan weer opgeklopte met zo met mijn melkopklopper sojadrink, sojamelk. Dat daar overheen. En dan met een rietje en dan lekker ijsblokjes erin en een rietje roeren. In mijn hoofd klinkt dit als super chille ijskoffie. Of het in de praktijk ook zo is, ik laat het je weten. Ik doe dit eerst even met de hand hoor, voordat ik alle buren wakker maak met mijn staafmixer. Of met mijn gewone mixer. Ondertussen schuim ik deze melk even koud op. En dit ziet er, of dit ziet er dan zo uit, het ziet er dan zo uit. Ik heb al stiekem een beetje gelikt, maar ja, omdat het natuurlijk grotendeels die eiwitpoeder is. Dit was weer even een van mijn betere ideeën. Oh, dit moet ik echt vaker zo doen. Oh, dit is echt heel lekker. Dit smaakt nu gewoon naar, nou ja, meer zoete ijskoffie. Maar dan is het... Ja, ik vind dat zo stom om te zeggen. Maar dan heeft het gedaan. Maar dan zit er dus superveel eiwit in. Geen cafeïne. Oké, ik ga dit even als een recept bij My Fitness Pool doen. It's amazing. Inmiddels bijna 2 uur. Het is 2:10. En ik begin een beetje trek te krijgen. Ik moet zeggen, dit ontbijt vulde me echt als een malle. Voordat ik de lunch ga maken, nog even een verhaaltje. Een verhaal van Jet. Nee, ik wilde nog even wat met jullie delen. Ik heb vandaag de training natuurlijk gedaan. En daarna, na de training, ging ik op de weegschaal. Tenminste, dat wilde ik gaan doen. Dat was mijn plan. Want ik ben over 3 weken jarig. Over 3 weken vier ik mijn feestje. En 2 weken en 6 dagen ben ik jarig. Oh my god. Oftewel 20 dagen, want het is vandaag 7 augustus. En dan word ik 30. Maar ik ben gisteren nog 22 geschat. Dank u. En het was door een volwassen man. Well, thank you. No, honey, I'm not. Toen zei hij, wow, dan doe je echt iets goeds. Dat je er nog zo jong uitziet. Dat ik dacht, vegan fit girl. Maar goed, dat wilde ik allemaal niet zeggen. Ik heb natuurlijk een bepaald goal. Ik heb een bepaald gewicht in mijn hoofd. Een bepaald vetpercentage. En daar wil ik naar streven. En daarom gaan we even de komende 3 weken vlammen. En daar heb ik zin in. En je mag me obsessief vinden. Je mag alles van me vinden. Maar dit is gewoon mijn game. Weet je, mijn fit game. Dat ik denk, fuck yeah. Maar ik wilde dus op de weegschaal staan. Want ik dacht, laat ik dat nu even doen. Toen dacht ik, laat ik dat na de training doen. Haha, heb ik een goede meting. Alleen helaas werd ik gespot door de personal trainer. En die zei, hey, dat zou ik niet doen als ik jou was. Want dan heb je nu een hele goede meting. En ik dacht, dat was precies de bedoeling. Maar toen zei hij, als jij nu een hele goede meting hebt en je gaat dan weer een keer in rust op de weegschaal, dan lijkt het alsof je achteruit bent gegaan in je progressie. Dus wat het slimst is, is om constant ongeveer in dezelfde, met dezelfde factoren op de weegschaal te staan. Dus of je nou wel of niet ontbijt, 's ochtends of 's avonds, dat maakt allemaal niet uit. Als je maar constant rond dezelfde factoren, of ongeveer dezelfde factoren hebt. Dus niet de ene maand ga je in de avond op de weegschaal staan.
De andere maand ga je in de ochtend op de weegschaal staan met een lege maag. Volgende maand heb je net die avond ervoor een hele all you can eat naar binnen gekwakt. Dan zit je weer midden in je menstruatie. Ja, weet je, dan heb je gewoon allemaal verschillende resultaten. Terwijl als je het een beetje rond hetzelfde periode doet, dan kan je echt gewoon duidelijk een lijn zien. Dus wat ik wil gaan doen, rondom mijn verjaardag ga ik sowieso op de weegschaal staan. Ga ik die meting doen. En dat is dan een vrijdag. En eigenlijk wil ik altijd rondom... toevallig is dan ook mijn eisprong. En eigenlijk heb ik bedacht dat ik dan vanaf dan zeg maar constant op de vrijdag rondom mijn eisprong op de weegschaal ga staan in de sportschool. Mijn eigen weegschaal ga ik een maand lang in de la doen. En dan weer intuïtief eten. Maar dat is pas over 3 weken. Want voor nu is het nog even full focus. Vlammen. En ik ga je laten zien wat ik ga lunchen voor deze full focus. Mijn lunch is heel simpel. Het zal bestaan uit plut oats. Dit heb ik nog in de vriezer. Dat was van een recept volgens mij. Ja. Nou, in ieder geval waren dit geen deelblokjes. Dus is het één grote blok van 400 gram boerenkool. Maar ik dacht, dan maak ik het maar in één keer op. Er moet toch wat. En ik heb hier een mooie courgettos uit de tuinos van mijn zusels en zwageros. Dus dit ga ik samen eten. In het kader van Eat a Rainbow eet ik niet echt een rainbow, want het is alleen maar groen. En dit is dan mijn enorme bak met lunch. Ik ben er nog niet zo over uit of ik hier nog iets van saus aan ga toevoegen. Ik heb er wel allemaal kruiden aan toegevoegd. Uit mijn hoofd gezegd, oh, dit soort dingen, dat doe ik dan altijd gewoon een beetje op gevoel. Kurkuma, satarkruiden, zout, gember, knoflookpoeder. Dat zijn dus allemaal poeders. Peper. En dat was hem. Volgens mij. En paprika poeder. Ik ben nog in twijfel of ik iets van edelgistvlokken eroverheen ga doen. Of van die, hoe heet dat, bites. Ik zit ernaar te kijken. Van die zeewier bites. Of misschien toch nog even wat saus erop. What should I do? Ik denk dat ik toch van die zeewier dingen erop ga doen. Ik ga gewoon 1 zeewier vel eraan toevoegen, want die heb ik nog heel veel over. En dan wat zeewier chips. Voor de fishy vibe. Because I like fish. Nu ziet het er nog goorder uit dan dat het al was. Kijk, dit zijn van die dingen die geef ik gewoon. Dit maak ik niet als er mensen komen eten. Maar soms moet je niet dingen by the looks beoordelen. Maar gewoon by the taste. En de taste is oké. Wanneer je naar de Lidl gaat omdat ze vegan weken hebben en je denkt, ik ben benieuwd naar de proteïnerepen. En met alles behalve de proteïnerepen thuis komt. Ik ging naar de Lidl en ik kocht vegan vanille karamel ijs. Dit zijn, hoe heet dat? Ik noemde het vroeger kussentjes. Ravioli, nee ik weet niet, maar Meda Colonio, dat er. En een of andere tortilla waar ik heel benieuwd naar ben. Of dit te hakken is. Maar... mijn Vinted pakketjes er ook, dus die ga ik even aantrekken. Dit ga ik dus volgende week allemaal eten, of tenminste proberen. Dus dat zien jullie in de volgende week vlog. En de proteïnereep hadden ze niet, dus daarom heb ik alleen dit. Oh my gosh, love deze dress. Oké, ik sta hier ook echt nog met mijn broek op mijn enkels. Maar echt... oh, yes, this is my birthday dress. Woep, woep, kan ik, hoe heet dat, flamingo. Oh, wat leuk. Oh, hij zit ook echt perfect. Top. Er zit in zoete aardappel, ui, knoflook, tomato, spinazie, aubergine, chickpea. En hier heb ik wat currypasta. En ik ga nog wat sojamelk erbij doen als een soort van romig geheel. Of misschien water, weet ik eigenlijk even nog niet. Volgens mij sojamelk. En dit wordt voor 4 porties. En dit is het dan, mensen. 4 porties aan, ja, curry noem ik het wel weer. Ik weet niet, ik noem alles curry. Maar goed, het is super lekker. En ik ga dit even verdelen over een bord en over 3 kommen. Oké, toen ik het ijs kocht, wist ik al dat ik hier de hele dag aan zou gaan denken. Dus ik ben er heel benieuwd naar. Er liggen ondertussen nog 10 waterijsjes in mijn vriezer als het niet meer is. Maar ja, ik ben toch heel erg
team, ja, soft ijs. Oh, dit ziet er heel raar uit. Roomijs. Ik weet niet waarom ik waterijsjes in mijn vriezer heb als dit bestaat. Ik ben wel benieuwd. Ben je meer van de waterijsjes? Of meer van het schepijs? Of softijs? Of nou ja, Ben & Jerry-achtig ijs? Of Magnums? Ik ben echt wel meer team Magnum, Cornetto. En dan ook wel schepijs, zeg maar Ben & Jerry. Maar dan echt inderdaad die smaak als karamel, chocola, koffie, cakebeslag, stroopwafel, dat soort smaken. Ik ben eigenlijk helemaal niet van de sorbetijs. Daarom ben ik heel gelukkig dat de ijssalon bij mij in het dorp pure chocoladeijs heeft op waterbasis. Dat is echt mijn lifesaver. Want anders blijf je aan de aardbeiensorbet, meloensorbet. Nee, doe mij maar dit. Een hele goede morgen. Het is zondag en ik heb net hard gelopen en ik heb ook gedoucht. Het is 9:50. Ja, het is 9:50. Ik ga elk moment de deur uit samen met mijn zus voor een super leuke video. Daar heb ik echt heel veel zin in. Maar goed, die zien jullie binnenkort. Nou, nog even over mijn eetdagboekje gisteren. Ik zat me tijdens het hardlopen te bedenken dat ik gisteren natuurlijk helemaal niet echt koolhydraten heb gegeten. In de zin van brood, rijst, pasta of zoiets. Dit is per ongeluk gegaan. Het is niet dat ik dit vermijd. Het is ook niet dat ik er bang voor ben. Of weet ik veel wat. Ik denk ik wil dat toch even zeggen. Maar ik was letterlijk mijn koelkast aan het leegmaken. En omdat ik dus ook de calorieën invul, kwam ik er al achter dat met het groente en fruit en de eiwitbronnen, dat ik eigenlijk gewoon al voldoende binnenkreeg. En ik denk dat we heel erg gewend zijn om dus iets van brood, rijst, pasta erbij te eten. Dus dat is een soort van moed. Terwijl soms is het niet eens nodig. Dat wil niet zeggen dat ik nu zeg dat je nooit meer dit moet eten. Absoluut niet. Om ook een voorbeeld te geven, vanmiddag ga ik ook uit lunchen ergens in een stad. En ik weet nog helemaal niet waar ik ga lunchen. Ik weet nog niet wat ik ga lunchen. Maar de kans is zeer groot, al dan niet gewoon, dat het er gewoon is. Dat ik iets van brood, rijst, pasta ga eten. En daar heb ik nul problemen mee, want ik vind het hartstikke lekker. Maar ik dacht, ik meld dit toch maar even. Want misschien geeft het een beetje een scheef idee. Dat nu ik dus dat goal heb nou ja, voor mijn verjaardag, dat ik dan dus ineens maar pasta en zo vermijd. Dat is absoluut niet het geval. Dat eet ik gewoon nog steeds. Ik eet ook nog steeds brood. Ik eet ook nog steeds wraps. Dus dat wil ik wel even zeggen, dat ik het wel eet, maar toevallig gisteren niet. Maar op zich, ik liet natuurlijk ook gewoon zien dat ik pasta had gekocht. Dus misschien hadden jullie al niet dit idee, maar voordat ik die vraag krijg. Nee, dit was niet bewust. Het is eigenlijk gewoon per ongeluk gegaan. Ik kijk wel altijd een beetje naar mijn eiwitten, want ik merk wel zelf, maar dat is echt iets voor mij persoonlijks. Meestal als ik rond de 90 à 100 gram eiwit per dag zit, dat werkt voor mij gewoon heel goed, merk ik. En dan mag de ene wetenschapper zeggen dat ik meer moet eten, de andere wetenschapper kan zeggen dat ik minder eiwitten moet eten. Dat is prima. Maar ik merk gewoon dat als ik rond de 90 à 100 gram eiwitten eet, dat ik ten eerste langer verzadigd ben. En ten tweede meer kracht heb. En ten derde ook nog gewoon veel ruimte over heb voor juist ook heel veel koolhydraten. Die me dan weer heel veel energie geven. Want koolhydraten geven je energie. Maar ik wilde dit toch even vertellen aan jullie. Dus ciao ciao. Oké, lieve mensen, het is zondag. Ik heb geen idee meer wat ik nou als laatste heb gefilmd. Volgens mij heb ik wel jullie gesproken bij mijn ontbijt. Dat ik hetzelfde had gegeten. Oh ja, over dat ik gewoon wel koolhydraten had gegeten. Nou, vandaag heb ik ook heel veel koolhydraten gegeten. In de zin van brood. Ik heb eigenlijk echt alleen maar brood gegeten, zit ik te denken. Goed, maar die video die zien jullie over een paar weken. Ik ga het eens even kijken. Ik ga jullie alvast een tipje van de sluier geven. Vandaag heb ik op volgorde Monopoliestraten gespot. Die video zien jullie 13 september om te kijken of er leuke vegan hotspots zijn. Dit was in ieder geval de weekvlog van deze week. Ik hoop dat je hem tof vond. Vergeet dan zeker niet dat duimpje omhoog te doen. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan check je snel weer maandag weer bij een nieuwe video. Doei doei!
Hoi allemaal en super tof dat je kijkt naar alweer...